Zorgverzekeraars moeten uiterlijk komende maandag hun premies voor volgend jaar bekendmaken. En dat betekent dat de grote overstapweken weer beginnen. Dit weekend start het overstapseizoen voor jouw zorgverzekering. En met welke verzekeraar ga je dan in zee? Wat kost het? Wat wordt de hoogte van je eigen risico? Neem je al of niet een aanvullende verzekering? En wat voor soort kies je dan? Overstappen kan je veel geld besparen, maar gek genoeg is het niet erg populair. Dit is het percentage mensen dat shopt en switcht. En dat schommelt al jaren tussen de 5 en de 7 procent. 6 op de 10 Nederlanders is zelfs nog nooit van verzekeraar veranderd. En dat is niet slim. Volgens onderzoeksbureau VECTIS is alleen al voor de basispolis het verschil tussen de goedkoopste en de duurste polis zo'n 380 euro. Het kabinet verwacht dat de premies volgend jaar met zo'n 10 euro gaan stijgen. En dat komt vooral door de oplopende kosten in de zorg. Zoals een nieuwe cao voor verpleegkundigen in academische ziekenhuizen, waarin een loonsverhoging is afgesproken. En ook hebben ziekenhuizen behoorlijk onderhandeld over hun tarieven. En dat jaagt de kosten verder op. Nou, tot nu toe lijken de premiestijgingen mee te vallen. De kleine zorgverzekeraar DSW zit ver onder dat tientje. In september maakte directeur Chris Omer bekend dat ze zijn maandpremie met 4,50 euro omhoog gaat. En de afgelopen dagen kwamen daar. ORA bij met 8,34 euro en NN en CZ met 9,02 euro en 8,55 euro. Die drie overigens vallen allemaal onder CZ. Nou, waar moet je op letten? Kijk om te beginnen vooral goed naar je eigen zorgwensen. Zet goed op een rijtje welke zorgkosten je verwacht te maken. Heb je dan een aanvullende verzekering nodig of is de basisverzekering voldoende? Die basisverzekering overigens is bij iedere verzekeraar hetzelfde. Aanvullende verzekeringen die kunnen flink verschillen. Kijk goed of je verzekering misschien beperkingen oplegt op het vergoeden van bepaalde behandelingen die je nodig hebt. Zorg dat je dat helder hebt. En wie zijn keuze vooral door geld laat bepalen, moet goed kijken naar de afspraken die de zorgverzekeraar met ziekenhuizen en andere zorgverleners heeft gemaakt. Met een budget of natura polis kun je niet zomaar overal terecht. Als je dan naar het ziekenhuis moet, is het fijn. Als dat een beetje in de buurt is. Dus kijk goed of een zorgverzekeraar sterk is vertegenwoordigd in jouw regio. En bij de zogeheten restitutiepolis kun je overal terecht en wordt vergoed op basis van de factuur. En dan het eigen risico. Ongeveer 87 procent van de verzekerden heeft geen vrijwillig eigen risico. Dus alleen het verplichte eigen risico van 385 euro. Neem je vrijwillig een hoger eigen risico, dan gaat je maandpremie omlaag. Maar dan neem je financieel wel een gok. En dat is niet voor iedereen interessant. De helft van alle Nederlanders die alleen verplichte eigen risico heeft, maakt dat helemaal op. Voor hen heeft een vrijwillig eigen risico dus geen enkele zin. Maar de andere helft die snijdt zichzelf misschien in de vingers. Als je zorgkosten al jaren onder de 385 euro per jaar liggen, dan kan het interessant zijn om eens te berekenen hoeveel je kunt besparen als je het eigen risico ophoogt met een paar honderd euro. Het is een hoop uitzoekwerk, dat wel. Maar je kunt er eventjes de tijd voor nemen, want wil je overstappen, dan kun je tot 1 januari opzeggen bij je huidige verzekeraar. Je hebt een maand langer om vervolgens een nieuwe verzekering af te sluiten, tot 1 februari. Heel veel succes.